Frits Bloemberg, Hoop XXL. Dat is een heleboel hoop voor de toekomst. Leg eens uit, wat is het precies? Ja, Hoop XXL wil een visie geven namens de jongere generatie op de grote thema's van deze tijd. Als je kijkt naar de wereld en je kijkt naar thema's als duurzaamheid, de economie, oorlog en vrede en ontwikkelingssamenwerking. Wat zijn dan de zaken die moeten gebeuren in de toekomst als we toe willen naar een wereld waarvan we allemaal zeggen, daar zijn we trots op om die door te geven. Nou, die visie willen we met Hoop XXL bieden en dan vanuit de jongere generatie, de generatie die het later ook moet gaan doen. En jullie hebben daarvoor ook een aantal stellingen neergelegd? Ja, er is een groep van 10 jongeren geweest en zij hebben de Liemerslist opgesteld met daarin 85 punten voor een betere wereld, waarin zij de visie geven van hun. En vandaag hebben we gesproken over die lijst om te kijken, is dat het nu of moeten daar nog dingen worden aangepast of andere dingen in worden meegenomen? En met die lijst trekken jullie heel Nederland rond en volgend jaar wordt die aangeboden. Ja, we gaan daar heel Nederland mee door om op tal van plekken met jongeren te spreken over deze thema's. Uiteindelijk is het doel dat we dat in Nederland presenteren aan de rest van het land. En vervolgens internationaal bij de Verenigde Naties om het daar af te geven als de to-do-list namens de jongere generatie. En hoe lang zijn jullie hier al mee bezig? Nou, dit project loopt nu een jaar of twee, waarbij deze groep van 10 jongeren daar ook heel enthousiast mee bezig is. Dat project zijn we nu flink aan het uitbreiden, zodat veel andere jongeren hier de schouders onder zetten. En ja, waar het gaat stranden kunnen we op dit moment nog niet inschatten. Maar we zijn heel hard bezig om uiteindelijk bij die VN terecht te komen en dit daar te presenteren. Met een hoopvol verhaal, vol positiviteit en positieve energie. Nou, jullie hebben nog een jaartje. Heel veel succes. Luc van Leeuwen, jij bent een van de jongeren die vandaag het hele project hier op het Vlietland College hebben gedaan. Wat hebben jullie vandaag gedaan? Nou, we hebben gediscussieerd over verschillende thema's die spelen bij de jongeren nu en die in de toekomst belangrijk zijn. En waar we dus nu al over gaan praten, zodat wij de wereld kunnen veranderen. Omdat het uiteindelijk toch om onze generatie gaat die verandering moeten gaan doorbrengen. En wat heb je vandaag geleerd? Waarvan zeg je van, nou, dat was voor mij nou echt een eye-opener? Je wordt je vooral heel erg van bewust dat deze generatie het op moet gaan lossen allemaal. En dat je kan altijd wel wijzen naar andere mensen en andere mensen moeten het gaan doen. Maar uiteindelijk zullen wij het nu toch moeten gaan doen ooit. En het is ontzettend goed dat deze Hoop XXL straks naar de Verenigde Naties wil om dat doel te bereiken. En in welke klas zit jij? A4A, dus 4VWO. En ga jij Hoop XXL verder nog volgen dit jaar? Ja, ik heb me ingeschreven als ambassadeur, dus ik hoop dat ik mee mag naar New York straks. Dan gaan we vast nog veel van je horen. Ja. Hey, dankjewel, want het was een hele dag, heb ik gehoord. Ja, het was een lange dag, maar een hele lange dag. Wel een leerzame dag. Mooi zo. Hey, dankjewel. Alsjeblieft. Wethouder Jan-Jaap de Haan van Leiden. U was hier vanmiddag om alle leerlingen toe te spreken. Kent u het project XXL Hoop? Ik had er van gehoord, maar ik had het nog niet meegemaakt zoals nu vanmiddag. Ja, en ik vind het fantastisch dat er over zo verschillende thema's als oorlog, vrede, duurzaamheid, economie, dat daarover gesproken wordt. En dat er dus ook breder gekeken wordt naar wat er buiten Leiden, over de gemeentegrenzen, zelfs over de landsgrenzen heen te doen is in de wereld. En dat is natuurlijk ontzettend veel. Klimaat is een vraagstuk wat je niet alleen in Nederland kunt oplossen. En de gevolgen van oorlog en vrede, dat soort discussies zien we ook elke dag op televisie. Dus het is goed dat de leerlingen even buiten de dagelijkse rompslomp van repetities en het beltegoed en relaties en sport en ruzies met je ouders, even daarbuiten om ook eens even verder kijken en over andere dingen praten. En dat vind ik hartstikke goed. En dat dit project daarbij helpt is heel belangrijk. Ja, Luc zei daarnet, het is toch deze generatie die de problemen moet oplossen? Bent u het daarmee eens? Het is zeker deze generatie die veel problemen zal moeten oplossen. Iedere generatie heeft zo zijn problemen. Het is ook deze generatie die heel veel problemen natuurlijk zal veroorzaken. Omdat het bijvoorbeeld een generatie is die, als je het wereldwijd bekijkt, de meest energieverbruikende generatie is. Dus ze moeten heel veel problemen oplossen. Deels zijn ze ook de producent van diezelfde problemen. En daar hoor ik zelf net zo goed bij. Ik rij auto, ik vlieg, ik heb allerlei elektrische apparatuur in mijn huis. Dus ik verbruik ook stroom. Dus veel dingen die ik op moet lossen door mijn gedrag aan te passen, zijn ook de dingen die ik zelf veroorzaak. Gaat Leiden daar ook iets aan doen? Ja, Leiden is heel actief als het gaat om internationale samenwerking met onze stedenbanden. Waar we bijvoorbeeld werken aan de AIDS-problematiek in het buitenland of aan de waterproblematiek. Maar we zijn ook een duurzame gemeente. We kopen duurzaam in. We hebben een energieprogramma, een klimaatprogramma. We hebben milieuzones in de stad. Dus we dragen ook onze kleine steentjes bij. En het project blijft u volgen?
Natuurlijk blijf ik het project volgen, want dit soort discussies op scholen, ja, dat is echt heel inspirerend om de jeugd bezig te zien. En ja, ik ga dan weer in mijn hoofd terug naar de tijd dat ik zelf als scholier debatten voerde over vrijheid en vallende dictaturen, zoals eind jaren 80 in Oost-Europa. En ja, nu merken we in Noord-Afrika weer precies hetzelfde. En ik denk dat deze jongeren ook dat niet zullen vergeten later. Volgens mij is er ook een leraar aan u verloren gegaan. Misschien, maar ja, als politicus ben je ook een klein beetje docenten. Dat is de rector van het Vlietland College, Jos van Eyck. Waarom heeft u dit project naar deze school toegehaald? Nou, we vinden het bovenal belangrijk dat leerlingen kritisch zijn op wat er in hun wereld gebeurt. En dat ze nadenken over zaken die om hen heen gebeuren. Hoe zit dat als je 14, 15 bent? Dan ben je vaak heel erg bezig met alles wat in je directe omgeving speelt. Maar niet zozeer met wat er nou wat verder van je af aan de gang is. En ik vind het heel erg passen in het stimuleren van burgerschap ook bij leerlingen. Voor hun maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving. Dat ze met dit soort zaken in aanraking komen. En daar ook echt een mening over krijgen. En een gefundeerde mening, daar dragen dit soort debatten heel goed aan bij. Niet zomaar wat roepen, niet zomaar wat meedijnen met een soort geldende opinie. Maar er echt wat van vinden op basis van goede argumenten. En gaat u als school daar ook verder met de kinderen in door? Jazeker, dat zal in de lessenmaatschappijleer zal dat gebeuren. Daar wordt het vervolg hierop verder gedaan. En dat zal ook heel sterk weer gericht zijn op het luisteren naar elkaar. Luisteren naar elkaars argumenten. En daar op een goede manier je eigen argumenten tegenover zetten. Om op die manier er een echte mening over te krijgen. Heeft u reacties gehad van de leerlingen vandaag? Ja, ik heb een paar reacties van leerlingen gehad. Allereerst dat ze helemaal bek af waren vanmiddag. Vanmorgen vroeg begonnen met praten. Dat doen ze graag. Ook tijdens de lessen trouwens hoor ik collega docenten nog wel eens over praten. Maar wat je ziet is dat dat ze dus ook wel heel intensief aan de slag zijn geweest. En dat daar ook die vermoeidheid vandaan is gekomen. Maar, hoe heet dat? Tevreden. Moe maar tevreden. Dus ze hebben er wel wat van opgestoken. Ik weet het zeker. Dank u wel.